Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later, spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Dat verdient hij. Maar pa, is dat niet een beetje te lang? 10 jaar geleden had hij nog de doodstraf kunnen krijgen. Maar 26 jaar in de gevangenis. Verschrikkelijk. Hé, hey, bewaker, bewaker! Ja? Hebt u mij nodig, meneer de president? Kom nou, doe maar niet zo. Maar... Er is niet één president die zo'n pakje draagt. Dit is treurig. Oh, ik ben niet van plan hier de rest van mijn leven te blijven. Maar ik riep je hebben omdat ik vanavond na het eten wat aardbeien wil. Natuurlijk nog iets anders. Ja, ik moet wat schrijven, dus ik heb een pen nodig en papier. Ja. Nou, ga dat dan halen. Ja, meneer. Hebben. Ja. Ik ben echt verschrikkelijk blij dat jij hier bij me bent. Dank u wel, meneer de president. Dolf is rechtvaardig. Dolf is rechtvaardig. Zijn politieke carrière, veel van zijn financiële samensweringen en veel van zijn misdadige bezigheden zijn door jou onmogelijk gemaakt, Alfred. Nou, nee hoor, dat komt niet alleen door mij, pa. Dat is ook gebeurd omdat alle mensen in Groot Waterland slim genoeg waren om hem door te hebben. Vergeet dat niet. Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Ik weet zeker dat Dolf daar in de gevangenis het meeste pest heeft aan jou. Tja, misschien heeft u wel Jeetje, Mina! Wat is er? Ik zou met Winnie naar een toneelstuk gaan. Oh, hoe laat is dat? Nee, nee, het is al te laat nu. Ga naar haar toe. Ga snel naar haar toe. Langskwam. En omdat ik nog wat tijd had, begonnen we een praatje. En toen kregen we het over Dolf. Die heeft zijn hele leven lang al slechte dingen gedaan, weet je. En toen we daarover begonnen, toen... Wie van ons tweeën is nou belangrijker voor je, Dolf of ik? Oh, kom nou, dat weet je best, Winnie. Wat is voor jou eigenlijk belangrijker, Alfred? Praten over Dolf zijn leven of met mij naar het toneelstuk gaan? Met jou naar een toneelstuk gaan, natuurlijk, maar... Je houdt niet meer echt van me, hè? Huh?
Wat? We zouden het belangrijkste deel van dat toneelstuk helemaal niet gemist hebben als we naar binnen waren gegaan toen ik aankwam. Winnie? Zit dat zo? Wil je me nu ook al dwingen om maar de helft te zien? Denk je dat ik echt van dat toneelstuk kan genieten als ik niet heb gezien dat de vader van Hamlet verschijnt als geest en zegt dat hij gewroken moet worden? Maar dat is toch beter dan het helemaal niet zien? Als je dat zou doen, zou dat een type belediging zijn voor die beroemde schrijver. Maar die schrijver is toch al heel lang dood, Winnie? Jij begrijpt echt helemaal niets van kunst, hè? Nee, ik weet inderdaad niet of ik... Ik ben niet geïnteresseerd in dieren die zo dom zijn als jij. Ik ga naar huis. Winnie. Hey, Winnie. En ik wil je ook nooit meer zien. Vaarwel. Ah, Winnie. Ja? Hallo, Winnie. Is ze nog steeds kwaad? Ik geloof het wel. Ach, de tijd heelt alles, jongen. Maar ik kan niet langer meer wachten. Dit duurt nu al een week, pa. Een week! Jullie hebben elkaar wel vaker meer dan een week niet gezien, Alfred. Ja, dat was dan omdat ik op reis was hier ver vandaan. Maar het is veel erger als je elkaar niet kan zien terwijl je vlak bij elkaar woont. Het is allemaal jouw schuld, pa. Had jij die avond nou maar je mond gehouden over Dolf, dan was het... Wacht eens, ik heb er niks mee te maken, Alfred. Het is allemaal de schuld van Dolf. Was die nou maar niet veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf? Nou, dat zou hij wel willen, denk ik. Ja, het is nu op de tv. Men acht het hoogst waarschijnlijk dat hij zal proberen het land uit te vluchten. Daarom heeft de politie duizenden agenten ingezet bij de grensposten met het buitenland. De autoriteiten denken dat een van de bewakers in de gevangenis hem waarschijnlijk geholpen heeft te ontsnappen. Er zijn in het land nog wel meer dieren die nog steeds trouwe aanhangers zijn van de kraaienpartij en die hem misschien zullen helpen het land uit te vluchten. Wil je dit naar hem terugbrengen? Natuurlijk. Moet ik nog iets tegen hem zeggen? Nee, dat is niet nodig. Ik heb hem eergisteren nog gezien. Nee, dan hoef ik niet, hè? Nee. Winnie. Jawel? Er is toch iets dat je tegen hem moet zeggen. Zeg tegen hem dat ik vind dat hij moet ophouden met zijn werk aan de mangelstraal. Als iemand met slechte bedoelingen toevallig dat apparaat in handen krijgt, is het een verschrikkelijk wapen. Ja, professor. Hallo professor, professor Paljas. Dat is vreemd. Hij zei dat hij hier zou zijn. Is hij niet toch weg? Professor Paljas? En stil zijn jij. Doe haar geen pijn, Dolf. Waag het niet. Oh, professor. Maak je over mij geen zorgen, ja. Je bent dus ontsnapt, Dolf. Natuurlijk. Ik vond het namelijk niet zo prettig in de gevangenis, hè? Maar ben jij niet het vriendinnetje van Alfred? Mijn naam is Winnie Wanna. Oh, Winnie, ja. Ik ben heel blij jou te zien, Winnie. En, professor, ik vraag het nu voor de laatste keer. Waar zijn de tekeningen van de mangelstraal? Kom op, professor, zeg op. Voordat ik tot 3 heb geteld, wil ik op die vraag een antwoord. En een juiste antwoord. Anders schiet ik deze jonge dame hier neer. 1. 2. Hé, hey, hou op! Nee, zeg het niet, professor. Bek dicht!
En drie. Ik zal het zeggen, dus haal die revolver weg. Waar zijn ze? Maar ze zijn nog niet volledig. Waar zijn ze? Op de derde plank daarachter. Winnie! Oh, hier zijn ze. En u weet zeker dat dit ze echt zijn, professor? Ja, maar zoals ik al zei, zijn ze nog niet volledig. Als later blijkt dat ze vals zijn, dan is dat het einde van haar leven. Dat begrijpt u ook wel, hè? O, Winnie, wat ga je met haar doen? Ik neem haar natuurlijk met me mee. Ik zal het dus nog één keer vragen, professor. Zijn dit ze echt? Je hebt de tekeningen, dus je hoeft Winnie niet meer mee te nemen. Het spijt me, maar daar kan ik niet op ingaan. Als ik Winnie bij me heb, durft de politie me niets te doen als ik naar het buitenland vlucht. Ik heb nog nooit zoveel geluk gehad. Ik vind het echt een eer om het vriendinnetje van Alfred te kunnen gijzelen. Hé, hey, luister, Dolf, ik zal de politie niet vertellen dat je hier geweest bent en de tekeningen gestolen hebt. Laat Winnie dan bieden met rust. Nee, ik wil juist graag dat u alles aan de politie vertelt, 2 uur nadat ik hier weg ben. Wat nou? En vertel ze ook wie ik gegijzeld heb. En dat ik haar zal doden als de politie achter me aankomt. Kan je daar nog niet eens over nadenken? Nee, professor. Ik wil nu dat u dit slaappoeder inneemt. Maak u zich geen zorgen. U wordt over 2 uur weer wakker. En het wordt nu tijd dat iemand me komt oppikken. Dus opschieten, professor. Weet je al iets meer, mijn jongen? Nee, en ik geloof dat de politie ook nog niks gevonden heeft. Hij is vast al in het buitenland, dat kan niet anders. Dat zei de politie ook, ja. Is hij naar Morena? Nee, dat is onwaarschijnlijk. Wat heeft de politie in vredesnaam gedaan de afgelopen 2 dagen? Ze zeggen dat ze heel erg voorzichtig moeten zijn, omdat ze anders Winnie in gevaar brengen. Ze zijn dus te bang. Winnie, waar ben je? Waar ben je? Oh, dat is waar ook, Alfred. Je bent vandaag jarig, hè? Dat kan me niks schelen. Dat kan ik begrijpen, ja. Kijkt u echt naar de tv, pa? Huh? Hij hoeft niet aan, hè? Nee, nee. Dat is Dolf! Oh. Hallo, dieren in Groot Waterland. Ja, ik ben het jullie, Dolf. Ik neem aan dat jullie allemaal willen weten waar ik ben. Maar ik kan alleen zeggen dat ik in het buitenland zit. Dit is tv-piraterij! En Alfred, zit je hier ook naar te kijken? Hé, hey Dolf, geef me mijn Winnie terug! Met Winnie gaat het prima. Kijk maar. Winnie! Oh, oh! Dit gaat goed met me, Alfred. Maak je geen zorgen. Ik hou van je, Winnie. Ik hou van je, Alfred. Alfred! Zo is wel genoeg. Alfred, je dokus kwak. Je hebt je nu al heel erg lang met mijn zaken bemoeid en me heel erg veel schade toegebracht. Ik eis dus nu van jou 10.000 goudstukken in ruil voor het leven van je vriendinnetje. 10.000 goudstukken? En als ik krijg wat je me schuldig bent, zal ik je vriendinnetje Winnie teruggeven. Dat beloof ik met alle dieren die hier naar kijken als mijn getuigen. Het is erg ver weg, maar toch moet jij hier naartoe komen. Over 2 uur zal ik je op dezezelfde zender vertellen hoe. 10.000 goudstukken. Dat is onmogelijk. Laten we in ieder geval proberen om ze bij elkaar te krijgen. Maar zoveel geld, pa, dat lukt ons niet. Hallo? Ik heb het ook gezien op de tv en ik kan ontdekken waar hij is. Kom onmiddellijk naar mijn laboratorium. Als Dolf weer op de tv komt, kan ik met mijn antennes ontdekken waar zijn uitzending vandaan komt. Ik krijg dan zowel de lengte als de breedtegraden op mijn schermen. Die zijn tot op 1000ste nauwkeurig. En als ik daar dan een landkaart overheen projecteer, kan ik genau zien waar zijn schuilplaats is, ja. Maar Dolf komt al snel weer op de tv. Ja, en omdat hij waarschijnlijk er ver weg zit, moeten we het ruimteschip een stuk snel omhoog gaan om de golven van zijn uitzending te onderscheppen. Ja, Alfred, dat is kapot. En als we hem dan vinden, professor? Dan moet jij iets doen, Alfred. Ik meld dat aan de politie van dat land en vraag ze om meteen naar die plek toe te gaan. Zelf ga ik daar dan ook zo snel mogelijk naartoe.
Ik laat hem die zak met goudstukken in zijn eentje dragen en daarmee laat ik hem door de gloeiende woestijn lopen. En als ik hem zo dagen laat lopen, sterft hij van de hitte. Jij schurk, we zitten helemaal niet in de woestijn. Dat lig je. Natuurlijk niet. Het kan me niet schelen waar hij naartoe gaat als hij maar doodgaat. Maar waar zijn we dan echt? Tijd voor een nieuwe tv-show. Laat je niet in de maling nemen, Alfred. Sorry dat ik je zo lang heb laten wachten, Alfred. Zit je al klaar met het geld? Nee, zo snel lukt dat niet, hè? Dus, oké, ik zal wachten tot morgen. Ik wil dat je morgenavond hier bent. En het lijkt misschien of ik telkens hetzelfde vertel, maar je moet absoluut alleen komen. Als ik iemand anders zie, schiet ik weer niet neer. We zitten in de woestijn, dus het zal niet zo moeilijk voor je zijn om ons te vinden. Ik zal je vertellen hoe je hier moet komen. Vlieg eerst naar het land van de piramide, rijd dan naar de oasestad die Kola heet. Daar vandaan moet je lopen. Huh? Je gaat de Sirai-woestijn in en loopt dan gewoon naar het westen. En dan zal het je lukken mijn kleine kasteel te vinden. Oh nee! Wat valt er te lachen? Die leugenaar neemt iedereen in die maling. Hij zit niet in het buitenland. Niet in het buitenland? Hij zit hier heel dichtbij. Kijk, hier zie je duidelijk dat hij zich verbergt in de bossen vlakbij Polderstad. Erop af, professor! Ik vond het zo leuk dat ik te lang gepraat heb, geloof ik. Poeh, moe. Ik wil de baas zijn van de hele wereld. Het is tijd. Ja. Als je de baas kunt zijn van de tijd, is de hele wereld van jou. Als je de baas kunt zijn van de tijd, ja, dat begrijp ik. Maar hoe moet dat? Wat is de tijd? Staat de tijd nu stil? Want ik heb de zandloper gebroken en dat is het wezen van de tijd. Als ik dat zo laat, zal de aarde niet meer ronddraaien. En dat is het einde van deze wereld. En ik ben de enige die de aarde weer tot leven kan brengen. Met andere woorden, ik ben de meest geschikte persoon om de baas te zijn van de hele wereld. Want ik ben de baas van de tijd, dus ben ik ook de baas van de hele wereld. Daar ben ik het niet mee eens. Wie zegt dat? Wie wil de vernietiging van de wereld? Jij bent degene die deze wereld wil vernietigen. Wie ben je? Hoe heet je? Ik heet Alfred Jodocus Kwak. Alfred, jij weer? En Dolf, waar is Winnie? Hoe heb je me kunnen vinden? Vertel me waar Winnie is. Schiet op. Voorzichtig, Alfred. Die revolver is geladen met echte kogels. Zeg het dan. Ze is hier in huis aan het einde van de gang. Als je haar ook maar iets misdaan hebt, dan... Ik heb haar helemaal niets misdaan. Ik vertel je de waarheid. Geloof me nou toch, Alfred. Laat je me dan nu gaan, Alfred? Dat weet ik nog niet. Alfred. Oh, Alfred. Winnie. Alfred. Ik denk niet dat Alfred alleen gekomen is, maar... ik kan deze kans niet laten lopen. Ha ha ha!
eigenlijk zijn we dan alleen, Winnie? Het is misschien een beetje vreemd om dat niet te zeggen. Maar ben je vandaag niet jarig, Alfred? Ja, ja, dat is zo. Gefeliciteerd, Alfred. Dank je wel, Winnie. Zeg, waarom gaan we dat dan niet met z'n tweetjes vieren? Huh? Ja, laten we dat doen, Alfred. Pa had toch op zijn minst het licht aan kunnen laten. Van harte gefeliciteerd, Alfred. Van harte gefeliciteerd. Heel leuk. Kom erbij, Winnie, Alfred. En blaas de kaarsjes uit, jongen. Lang zal het leven. Lang zal het leven. Ongelukkig, soms is hij ongelukkig, dan sterft hij van verdriet.